De auto van het slachtoffer staat in de voortuin van zijn overbuurvrouw. De voorruit telt tientallen kogelgaten. De buurvrouw durft alleen buitenbeeld te vertellen over de schietpartij. Nou, in eerste instantie, ik belde 112, dus daar ben je eigenlijk mee bezig. En je bent ook wel een beetje in paniek. En van boven werd er geroepen van er is geschoten. Dus dan slaat de paniek eigenlijk nog meer toe. Omdat je denkt, ja, waar is de dader? Wat heeft die man zelf? Toen ik zag dat de kogelgaten in het voorraam zaten, toen schrok ik eigenlijk ook wel. En toen dacht ik echt dat gebeurt in mijn eigen straat. Je denkt dat je in een wijk woont, hè, waar dat soort dingen niet gebeuren. Nou ja, je ziet het maar, ook hier gebeurt het. En overal gebeurt het. De buurt is geschokt. Een afrekening waarbij hun vriendelijke buurman is vermoord. Nou, mijn vader en moeder waren al wakker. En die zei van, de man had een kogelgat in het voorhoofd. Kogel in het voorhoofd gekregen. Kent u de persoon? Ja. De man werkt als kok en ik liep vaak met hem mee met de hond uitlaten en zo. Dus. Het is onbegrijpelijk. Dan denk je, dit kan hier niet. Het kan in Amsterdam, maar niet hier. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Wat is er aan de hand? Ja, het lijkt toch op een afrekening. Dat had ik gehoord, ja. Maar het kan eigenlijk niet in deze wijk, vind ik. Maar ja, het gebeurt wel. Ja, heel triest. Er is nog geen dader aangehouden en ook de reden van de schietpartij is niet bekend.